Goedemorgen. Het is 11:45. Wat voor dag is vandaag? Maandag. Er komt een windmolen voorbij. Maar dat maakt niet uit. We zijn onderweg. Sla rechtsaf na 300 meter. Naar Zweden. En daar pakken we morgen de boot. Richting, wat is dat weer? Neem de volgende rechts. Roostock-Trelleborg. En dan komen we, als het goed is, morgenavond aan in Zweden. Dus, eerst even een stukje rijden. Nog 693 kilometer, dan zijn we bij de boot. Dus. Hoi. Hoi. Hij gaat lekker. We hebben nergens file tot nu toe, even afkloppen. Maar hoeveel kilometer zijn we onderweg? In totaal hebben we er iets van 160 of zo? Ja, iets meer denk ik. Iets meer. Op 548 kilometer zijn we bij de boot. Dus best goed. Anderhalve dag. Ja. Maar we zien wel. Misschien zijn we er straks al. Afgesloten op de snelweg. Ellende. Dus ja. We moeten van 3 banen naar 1 baan. Dus. Nou, de boot nog maar halen. We hebben een paar uur te gaan. Komt goed. Maar ik heb wel het gevoel dat ik in de verkeerde baan sta. Zo. We zitten. Het eerste stukje zit erop. We hebben hoeveel gereden? 550 kilometer. Dus dat is een aardig stukje. Het is nu wat? Uurtje of 7? Kwart over 7. Nou, we zijn om 11:45 weggereden. Dus, kijken waar we eigenlijk zijn. Het ging goed. Tot aan Bremen. En toen hadden ze gedacht van joh, we zetten een paar pionnen op de weg. Laten we de mensen anderhalf uur wachten. En dan mocht je naar de pionnen weer door. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar het was onderzoek van de weg voor schade, maar er was alleen niemand. Nee, er was niemand. En dat doen ze dan in de spits. Maar goed, bij Hamburg konden we lekker doorrijden. Rijnveld zijn we. En we zitten in Rijnveld. Rijnveld. Gratis camperplaats. Hier zien jullie de coördinaten. Hierna even filmen. Wat? Oh. Ik kan toch nog even de camperplaats filmen. Het is donker. Ik ga toch hierna doen, dan is het morgenochtend. Oh, nou. Maar ik weet niet of we morgenochtend in het donker weggaan, dan zie je ook niks. 7:30 is dan licht. Oh, nou oké. Okay. We moeten nog 145 kilometer naar Roostock, naar de haven. Dus, moet lukken voor morgen. Om 13:30 gaat de boot, dus we moeten er uiterlijk 1 uur zijn. Nou, we willen wel een beetje van tevoren, dus we willen om 12 uur wel zijn. Ja. Dus, vorige keer konden we ook om 12:30 al inchecken en naar binnen. Dus ja. En varen met de Peter Pan. Peter Pan, de grootste boot die er is. Waarom gaan we eigenlijk naar Zweden? Dat is toch leuk. Dat is toch leuk, Zweden? Dat zien jullie nog wel. We gaan eerst even lekker eten. We gaan Shawarmaatje, altijd lekker. Ik zonder brood, Jacques met brood. Het is even niet anders. Maar wij gaan even een stukje doen. En als jullie nu over 2 seconden kijken, is het ochtend? Dan is het alweer ochtend. Goedemorgen allemaal. Nou, hier zijn wij wakker geworden. 1, 2, 3, 4, 5 campertjes. Heerlijk geslapen. Maar ja, het is niet zo gek ook. We waren gisteren om
5 uur op. Eerst gewerkt, een halve dag. En toen, 400 kilometer gereden, of 500, ik weet niet eens meer. 600 geloof ik, 5500 of zo. Ja, 5,5. Ik weet niet, het lijkt een beetje vaste bewoners wat er staat. Goed, we moeten nog ongeveer 140, 150 kilometer rijden. Dan zijn we bij de boot. De boot vaart om 1:30 weg. Dus uiterlijk 1 uur moeten we er zijn. Anders dan, dan vaart hij nog steeds weg. Maar dan zitten wij er niet meer op. En dat is de bedoeling niet. Er is hier een toiletgebouwtje. Kijk, hier. 50 cent voor het toilet. Ik weet niet of er douches in zitten. Geen idee. Volgens mij niet. Er is een Sani-station. Nou, die vind je hier achter, Sani-station. Helemaal goed. Prima plekje. Zo, voor het overnachten. Niks mis mee. We gaan even een theetje drinken. Even wat ontbijten. En dan gauw naar de boot. Vol in de kijkert. Ja. Jij ook. Mazzel. Nou, op naar de boot. Gaat goed? Hij gaat goed. Het enige is, we hadden net hartstikke mooi weer. Ja. En het wordt steeds donkerder. Maar goed, maakt niet uit. Raad is het. Ja. En, we gaan naar -8. We gaan naar -8. Maar dat maakt niet uit. Het is nog 57 kilometertjes. We hebben even een tussenstoppie. We gaan ons even prepareren voor de overtocht. Even lunchen. Even lunchen. En dan gaan we lekker een stukje varen. Ja. Ja, we zijn vlak bij Roostok. 2 kilometer van de haven. Die hebben we vorige keer overnacht. Nu gaan we natuurlijk niet overnachten. Want we hebben straks de boot. We waren lekker op tijd. We hebben nog 2 uurtjes over. Nou, allemaal prima te doen. Weten we dat voor de volgende keer? Want er gaan waarschijnlijk nog wel een paar keer komen dat we gaan. En, prima plekje hier, vlakbij het water. Helemaal goed. Waarom gaan we eigenlijk naar Zweden? Ja, dat zien jullie binnenkort, denk ik. We gaan niet zo lang trouwens hoor jongens, dat kan ik wel vertellen. We gaan 10 dagjes uit en thuis, dus het wordt maar een korte trip. Maar ja, soms is het even nodig. Ja, het waait een klein beetje, windkracht 3-4. Dus het zal wel goed komen op de boot. Nou, we gaan even lunchen, even zalmpje eten. Ja, alvast een beetje in de Scandinavische sferen te komen gaan we zalmpje eten. We zien jullie zo bij de boot. Onderweg naar de ferry. We zijn een beetje te vroeg, hè? We zijn lekker vroeg, joh. Ja. Geeft toch niet. Ja, even lekker chillen. Beter te vroeg of te laat.
Vertel maar, wat is er allemaal aan de hand? Nou, waar zijn we? We zijn in. We zijn in Roostok. En we staan voor de boot. Die om 14:45 gaat. Wij dachten om 14:30, maar we gaan om 14:45. En er is geen boot. Dus dan heb je marine traffic. Dan kan je dus op de. Hoe zeg je dat? Kun je online zien waar de boot is. En die zit nog een stukje op zee. En die komt pas 14:15 komt die pas naar binnen. Hij komt uit? Dus ik denk niet dat we om 14:45 al wegvaren. Hij komt uit de andere kant vandaan. Travemünde. Geloof ik. Dus daar heb hij al een soortje opgeladen. Die hebben de mooiste plekjes al, zeg maar. Wij zijn tussenstop. Wij zijn de tussenstop. Tussenstop. Maar ja, beter zo als dat je. Maar maakt niet uit. Gewoon wachten. Het is. Op z'n vroegst om 14:15 kennen we er pas op. En hoe laat is het nu? 11:30. Nee, 12:00. Oh, 12:00. Dus. Ah, komt goed. Uurtje wachten. Uurtje wachten, komt goed. Beter uur te vroeg als te laat. En mazzeltje? Mazzeltje ligt lekker te chillen. Mazzel? Wat ben jij aan het doen? Ben je aan het voorbereiden voor de boot? Hè? Lekker chillen op zijn plankje. Ja. Nu mag het even, hè? Nu rijden we niet. Het is jammer dat we hier nog niet door zijn, hè? Wachten. We kunnen. Goed is. Nog eentje voor ons. Oh, daar gaat hij. We gaan even inchecken. We zijn er door. Op naar de volgende wacht. He? Het gaat gebeuren. De boot komt eraan. Moet even inzoomen. Even kijken hoor. Daar zit hij. Daar zit hij. Heel langzaam, hè? Misschien blijft hij een beetje daar. Daar zit hij, kijk. Peter Pan. De onze Peter Pan komt eraan. Daar staat hij. Nou, we zijn de enigste camper in het rijtje. Dus. Het is ook niet druk. Het is ook niet, helemaal niet druk, nee. Nee, wie gaat er nou die kant op? Ja. In november, niemand. Nee, dat kan niet. En we hebben een. Even kijken hoe jongens, ik zal het even vertellen aan jullie. Ga ik even draaien. We hebben een Hongaar, we hebben een Pool, we hebben een Duitser, we hebben een Zweed, we hebben een Nederlander, we hebben een Roemeen. Van ieder land eigenlijk één. Dus, alleen maar personenauto's, ja, een paar busjes, maar geen campertjes. Dus, geen camperbusjes, helemaal niks. Ja, een paar vrachtwagens staan er dan nog, maar ook niet heel erg veel. Dus we hebben denk ik lekker de ruimte op de boot. Ja, hij is aan het inparkeren. En dan gaan we inschepen, zo heet dat. Dan gaan we aan boord. Ja, inschepen heet dat. Hoppa. Nou, daar gaan we.
zitten op de boot. In de lounge. In de lounge. De hond mag hier ook. De hond mag hier ook. Op de linkerkant van de bar mag die zitten. Je mag alleen in je eigen eten hier. Dus, wat halen, geef. Dan gaan we wat halen. Dan gaan we gewoon lekker cruisen. Hier kunnen we lekker zitten. Kijk. Dan moet ik even kijken hoe werkt het weer. Andersom. Lekkere loungebank. Kijk, we hebben een lekker bankje om op te zitten, mensen. Komt helemaal goed. Ja, 6 uurtjes zitten. En dan zijn we er alweer. Dus. Zonnetje komt door. We wandelen weer even door de boot heen. We hebben een ander plekje, want Marcel die is bang van geluidjes. Er is een man naast ons met zijn telefoon de hele tijd. Dus we gaan even verkassen. Als daar plek is, hè. Chucky. Bootje, weinig wind, dus komt helemaal goed. Ik weet niet of het te horen is met de wind, maar met Niels Holgersson, daar hebben we vorige keer op gezeten toen we naar Zweden gingen. En daar moesten we even op wachten. Nou, we hebben het gehaald, de overkant. Het heeft even geduurd. En we staan echt helemaal tussen de vrachtwagens. Nou, want er is voor de rest niks, dus... Dan wordt het weer dringend om eraf te komen, denk ik. Maar goed. Het is weer goed gegaan. Het zal een beetje in het donker zitten, denk ik. Maar... We zijn er klaar voor. Op naar de overnachtingsplek. Het is 8:10 en we zijn best vrij snel af, hè? Ja, heel snel. Het is wel heel druk, overal vrachtwagens, maar het gaat goed komen. Ja. Beetje ritsen. We gaan een beetje ritsen en dan even door de douane kijken of daar wat gebeurt en dan naar de overnachtingsplek. Dus, nou, daar staan we dan. Zoals we kunnen zien, we gaan even door de scan. Door de scan eigenlijk. We hebben 2 banen, hè? Allebei vrachtwagens, dus ja, we moesten wel volgen. Dus we gaan even kijken wat hier gebeurt. Kijk, we zien wat er in de koelkast zit. Kijk, daar is de scanner. Nee. We gaan even uitzetten, want het wordt wel wat iets de douane opzetten. Foto's gemaakt. Ja. Goed zijn. Zo voor de zonnepanelen. Het is echt wel kerst hier, maar we zijn door de douane. Ja. Ik zal wel even stoppen. Een kwartiertje. En 10 minuutjes. Maar ik moet straks even goed kijken. Maar er stond een verkeerde aanwijzing of zo in onze paspoort. Dus ik ga straks even checken of het echt zo is. Of dat hij gewoon dat hij het niet snapte. Maar dat zijn we nog niet helemaal uit. Gaan we straks bekijken.
nu op naar de overnachtingsplek, 14 kilometer. Even kijken hoor. Sla rechtsaf na 300 meter. Je komt dan aan op je bestemming. Hier hebben we in september op de terugweg ook overnacht. Neem de volgende rechts. Waar we die mensen tegenkomen, waar wij niet meer weten, sorry. De Nederlanders die in Noorwegen wonen. Oh, we zijn niet de enige, kijk. Er staat er nog een. U heeft uw bestemming bereikt. Ja, er staat er nog een. Finder. Goedemorgen allemaal. Daar zijn we in Zweden. We hebben hier heerlijk geslapen. Het is een plekje. Hier onderin zien jullie de. Hoe heet die dingen? Die coördinaten. Niet de coördinaten, maar van campercontact. De gegevens. Sommige mensen vragen hoe dat werkt. Nou. Kijk even op de app op campercontact. Daar kun je invullen de nummers en dan krijg je de plek te zien. Nou, het is ongeveer, het was het 12 kilometer geloof ik, 14 kilometer van de boot vandaan. Nou, ideaal. Dus als je s'avonds laat met de boot aankomt, hier kun je gratis staan. Prima, er is voor de rest niks, maar helemaal goed. Of als je de volgende dag de boot hebt, is het ook ideaal natuurlijk. Nou, ik kijk uit op de zee. Ja, ik sta een beetje achter de bomen. Dat heb ik expres gedaan. Denk als de wind, dan sta je een klein beetje uit de wind. Leuke omgeving om ook even te wandelen. Ja, wij gaan weer richting het noorden. Hey, daar heb je mijn vriend. Maar wat komen we hier nou eigenlijk doen? Mevrouw, wat komen we hier doen? Wat komen we eigenlijk doen hier? We gaan een huisje kijken. Huisje kijken. Ja. Dus de meeste van jullie hadden het goed in de commentaren van vorige keer. We weten niet of we daar goed en veel kunnen filmen. Maar... Misschien een paar fotootjes ertussen. Een paar fotootjes, weet je. Maar goed, het is nog eventjes, want we moeten nog bijna 650 kilometer rijden. En dan gaan we lekker 2 dagjes over doen. Dus ik hoop dat het een beetje te verstaan is met de wind, want het waait best wel weer lekker. Ik denk, ik ga even uit de wind staan, maar ik snap niet echt waar die nou goed vandaan komt, die wind. Die wind komt overal vandaan hier. Nou, dat werkt ook niet. Nou, wij gaan de laatste spulletjes pakken en dan gaan jullie ons weer volgen. Nou, dit was het wat deze vlog betreft. Vinden jullie het nou leuk om te volgen? En spannend? Nou, spannend weet ik niet, maar zijn jullie nieuwsgierig hoe het verder gaat, dan zou ik zeggen, kijk de volgende keer weer. Moet op z'n Zweeds afsluiten, hè? Ja. Hey daar. Op z'n Zweeds afsluiten. Gisteren probeerde ik Zweeds te praten tegen de douanier. Ja, verstond hij ook niet. Dat verstond hij ook niet, dus ik waag me er niet meer aan het Zweeds. Ik vind het goed. Maar hebben we eigenlijk niet verteld? Of hebben we dat wel verteld van Mazzeltje? Ja. Jawel. Ja, maar goed, we zijn in ieder geval we zijn binnen. En zijn paspoort was gewoon goed, maar die man die moet denk naar Hans anders. Dus, maar goed, we gaan rijden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Mazzel!